Ik ben Kasim, ik ben apron controller en ik ben vandaag aan het slepen en ik doe inbound en dat betekent het aansturen van de marshallers. Ik ben Boudewijn Pieters, sinds 2 jaar werkzaam als gate planner hier op de koepel. Wij maken en bewaken de planning. Ik ben Remy Jonkling, naar apron controller. En een van de taken van de apron controller is onder andere het bemannen van de busrigging. Goedemorgen met Kasim. Sommige kisten die binnenkomen, die blijven 6 uur staan en die gaan dan weer weg. En zo lang kunnen ze niet op een gate gaan staan als er geen ruimte is. En dan verslepen we zo'n kist naar de bufferpositie, zodat een andere machine erop kan. Als er weer plek is, dan verslepen we een kist weer terug van de buffer naar de gate, zodat die kist ook kan vertrekken. De Bravo Golf op november is, u mag Echo 5 oprijden en over naar de toren. November, voor Echo 5 en als er gatewijzigingen zijn, dan horen wij dat van de gateplanning. Als een kist versleept wil worden en ik zie dat niet op mijn lijst staan, dan vraag ik of de gateplanning of dat toegestaan is. Fox November mag nu naar jullie 83. Ja. En de Bravox Delta naar jullie 87. Bravox November, u mag oprijden Rijbaan Alpha 13, Rijbaan Bravo. En ik heb een gatewijziging voor u, jullie 83. Kipplanning, goeiedag naar Boudewijn. Een vlucht heeft een aankomsttijd, een bepaalde verblijfsduur en een vertrektijd. Kan natuurlijk ook gebeuren dat een vlucht eerder aankomt, later vertrekt. Zeker omdat er natuurlijk behoorlijk wat verstoringen kunnen zijn. Dit jaar getijden sneeuw en gladheid, speelt nog niet, maar dat gaat er ongetwijfeld komen. Een toestel kan technisch uitvallen. Vertragingen ten gevolge van stakingen in het buitenland. Mist is natuurlijk een enorme verstoorder. De 791 die behoorde weg te gaan 5 voor 10. Loopt iets uit, staat nu op 10 over 10. Als deze vlucht nog verder uitloopt, dan zou ik deze misschien moeten verplaatsen. Nou, overdag is een bijkomend voordeel dat we hierboven op de koepel ook functionaris van de KLM hebben. Ik loop er gewoon even naartoe en ik vraag even wat ik kan verwachten op die 791. Die machine op Echo 22 krijgt nu een kwartiertje uitloop. Wat kan ik daar nog op verwachten? Dat is een stukje aansluiting wat we mee willen nemen, maar ik verwacht die 10 uur 10 gewoon haalbaar. Ja, de brug is er al af, dus dat gaat goed. Nou, perfect. Dan lopen die achterliggers geen probleem op. Ja, top. Ja, merci. Busregie met Remy, goedemorgen. Busregie houdt in dat je alle bussen die dus die vluchten afhandelen aanstuurt en regisseert. Zo'n 20-25% van de vluchten worden niet afgehandeld aan de gate. Dus niet door de bekende slurf, maar staan gewoon op platform en de passagiers stappen met de bus in dan wel uit. Braafplatform staan de kleinere vliegtuigen, bij de mensen ook wel bekend als de cityhoppers. En dat zijn de vluchten die eigenlijk alleen maar door de bussen worden afgehandeld. Tweede busje, ja, begrepen, de rest, dank je. Charlie Golf November, kilo 42, 10-18, 10-28. Heb jij buscapaciteit rond 10 voor half 2 om 176 extra passagiers te bussen vanaf de Eckebuffer? We staan veelvuldig in contact met de gateplanning, want zij moeten soms ad hoc een vlucht naar de buffer plannen, zoals we dat noemen. Dus dat betekent dat die vlucht ook door middel van bussen moet worden uitgestapt of ingestapt.